Den Haag is sterk in telecom. We hebben natuurlijk heel veel grote telecombedrijven in de stad en in de agglomeratie Den Haag. Maar we willen zelf ook investeren in nieuwe initiatieven uit de markt. En we willen graag stimulansen geven. Goed, even over wat feiten. U krijgt vanmiddag een heleboel verschillende leuke toepassingen te zien. En ik doe even het overal plaatje waar we op dit ogenblik staan. Een paar jaar tijd dat we onze beachhead moeten innemen. Wij moeten nu een landjekaap doen. En dus daar zit iedereen nu als een gek te investeren op mobiel internet om al die Amerikanen erop te krijgen. Dus die achterstand heeft Amerika omgezet in een voorsprong. Maar wij in Europa doen het gewoon hartstikke goed en Nederland loopt voor op in Europa. Gelukkig. Dat we openzetten om samen te werken met andere partijen. Beetje toch een Apple approach zie ik ineens ontstaan eigenlijk. Hè? Vooral met die billing denk ik dat het wel interessant kan zijn voor commerciële partijen. Maar hoe ga je nou zorgen dat ook iedereen, want we zitten hier nu met bijna 600 mensen bij elkaar in de Nieuwe Kerk en het internet is toch wel een beetje slowdown. Dus hoe gaan we het doen met de verbindingen? Je ziet daar natuurlijk de veiling die er de afgelopen periode geweest is waar we stuk van ons. In de brief die de minister ons daarover heeft gestuurd, daar staat ook in: het volgende kabinet mag een langetermijnvisie ontwikkelen op de frequentiemarkt. Ja, dat vind ik een beetje jammer. Ik bedoel, we hebben net 3,5 jaar mevrouw Van der Hoeven op economische zaken gehad. Er moet nu gewoon een langetermijnvisie liggen op de etherfrequentiemarkt. Dan wil ik dus niet dat die toezichthouder op zoveel afstand komt te staan, dat ik als politicus op een gegeven moment alleen nog maar het antwoord kan krijgen van de minister van ja, mevrouw Gisthuizen, maar daar ga ik niet over. Daar gaat de opta alleen maar over en ik mag niet zeggen over wat de opta doet. Dus ik weet niet precies wat mevrouw Kroes bedoelde, op welke landen ze doelde toen ze zei die toezichthouders moeten op meer afstand van de overheid. Ik hoop dat ze daar Nederland niet mee bedoelt en als dat wel zo is, dan vindt ze mij wel lijnrecht tegenover zich. Heeft dat te maken met het feit dat de telecomwereld continu in beweging is, dat u dat zo stelt? Ja, uiteraard. Want het mooiste zou toch zijn een toezichthouder die gewoon verstand van zaken heeft? Ja, dat klopt. Het mooiste is een overheid en een toezichthouder die echt verstand hebben van zaken. Dat is waar, ja. Toch impliceert wat u nu zegt, impliceert eventueel dat ze werk niet goed doet. Nou, dat heeft u inderdaad goed beluisterd. Kopen via een abonnement van tussen de 5 en 6 euro per maand, maximaal. Overigens, met het apparaat dat ik nog niet verteld, naast die tv-kanalen kan je ook gewoon alle bekende radiokanalen ontvangen straks. Dat is straks. Blijft dit ook aan tijdens het WK? Ja. Dus dat betekent dat als je dus een apparaatje haalt, dat je dan hier in Den Haag, uitsluitend Den Haag omgeving, ook gewoon het WK kan kijken? Ja, dat kan. Op zo'n klein toestelletje. Ik mag het niet vertellen, maar het kan wel. We hebben niet gezegd.